In de Bloemert in Leiderdorp werd vrijdag flink gesport door senioren. Clubhuis De Derde Helft organiseerde bij hockeyclub Alecto een beweegdag voor 55-plussers. Na een gedegen warming-up konden de ouderen zich van hun beste kant laten zien tijdens workshops op het hockeyveld, de jeu de boelbaan, het korfbalveld en er werd zelfs voorzichtig gerugbied. Op het hoofdveld van voetbalclub RCL streden 18 All-Star teams tegen elkaar en zamelden zo geld in voor Kika. Ik vind ouderen zorgen voor jongeren, sowieso. Maar er wordt onderzoek gedaan naar kanker afhankelijk van hoeveel het er zijn. Dus longkanker komt veel voor, veel onderzoek naar longkanker. 555 kinderen is in de aantallen gezien natuurlijk niet veel. 75% van de kinderen geneest, dan zeg maar 25% niet. Dat is 1 op de 4 niet, hè? Voor de 11-jarige Fien was een speciale rol weggelegd. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik mocht aftellen van 60 tot 0. En toen? En toen ging iedereen voetballen. En naast jou stond een bekende voetballer? Ja, Tim de Klerk. Heb je die wel zien spelen? Nee, nog nooit. Hij heeft ook bij Ajax gespeeld. Ja. Hoe is dat om naast een echte grote voetballer te staan? Cool. Nou ja, we kennen allemaal denk ik wel Kika die zich inzet voor kinderkanker. En ja, daar is heel veel onderzoek voor nodig. Ja, en dat kost heel veel geld. Dus ik vind het een geweldig initiatief dat de RCL All-Stars dat hieraan koppelt. Ik heb Fien net leren kennen en dan gaat er wel een en ander door je heen. Ja. En als je ziet hoe positief zij er mee omgaat en dat ze hier echt staat, vind ik echt zoveel kracht. Dat doet wel wat met je. Ja.